Hier gaan wij doorlopen in Ali. Ja. Ben jij er ook, Gerard? Ja. Ik heb geen idee meer waar je naartoe moet. Jij kunt er daar nog omheen, daar kan ik al... Weet je het niet meer? Heel leuk. Allemaal herinneringen die weer boven komen. Maar het is heel moeilijk om de weg te vinden, want we lopen ons mooi vast. Maar ik kon hier niet uitkomen. En nu? Nog niet. Het wil nog niet. Zo'n 150 75-jarigen kwamen vandaag naar het avonturenpark om het jubileum te vieren. En ze weten allemaal nog precies hoe het hier vroeger was. Het was vroeger een sprookjestuin en die had een doolhof had je. En je had een kleine speeltuin, meer was er niet. De tang waar je in kon lopen, de dwaaltuin en de schommels. Er waren heel veel lachspiegels. Dat vond je als kind heel mooi. Het doolhof, de lachspiegels. Het blijft dus leuk, hoe oud je ook bent. Directeur De Klerk kijkt er niet van op. Het is een leuke doe-attractie toch. Normale, de mechanische attracties op het park, zoals een achtbaan, ga je in zitten en je ondergaat het rondje. Terwijl je hier zelf moet proberen de uitgang weer te zoeken. Dat blijft leuk. Welke kant moeten we op? Gaat u zo meteen nog de achtbaan in? Nee, dat mag niet, hè. Hartpatiënten mogen er niet in. Nee, echt niet. Nee, dat is wel verleden tijd. Nee, zeker niet. Zeker niet. Ik hou er niet van. Het doolhof heeft in het verleden regelmatig ter discussie gestaan. Moest die oude doelattractie niet eens plaatsmaken voor vernieuwing? Maar dat boek is gesloten. Het is toch een stukje nostalgie. En ik denk dat je als park moet je oog hebben ook voor, naast vernieuwing, ook voor een stukje traditie. Dit vinden de kinderen nou natuurlijk veel mooier. Ja, die zijn daarmee opgegroeid. Maar wij waren toen al blij met al die kleinigheden. Ja. Ja. We hebben het gevonden. We zijn bij de uitgang.